Dit is een heerlijk recept om door de week te maken. Je hebt maar één pan nodig, dus vrij weinig afwas. En niet geheel onbelangrijk, het is een heerlijk recept. Allereerst verhit je olijfolie in de pan. Dan gaan de uien erbij. En dat laat je dan 5 minuten garen, totdat ze een beetje lichtbruin zijn. Schuif je ze naar één kant. Voeg je aan de andere kant de griezelstukken toe en die bak je dan uit. Wanneer ze lichtbruin beginnen te worden, meng je alles. Dan gaat daar de knoflook bij. Samen met paprika poeder en de tomaten uit blik. Laat je 5 minuutjes zachtjes koken en dan voeg je de rijst toe. Na de rijst gaat de citroenrasper bij samen met de bouillon. En als laatste de laurierbladeren. Ik gebruik verse laurierbladeren omdat die wat intenser van smaak zijn. Roer goed door totdat het kookt. Dan draai je het vuur laag en dan dek je alles af. En af en toe roer je dan nog even door. Na 10 tot 15 minuten haal je de deksel eraf, laat je nog even nagaren en dan maak je het gerecht af met verse peterselie.